Daar gaan we in 3, 2, 1. Knol Power! Hallo dames en heren en heel erg tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en gisteren heb ik een poging gedaan om mijn baard, die nog nooit volgens mij zo lang is geweest, blond te gaan verven. Dus te blonderen. Dat is toch wel redelijk gelukt na een nachtje slapen. Gisteren zagen we niet echt het resultaat, maar nu is het op sommige plekken wel heel erg blond geworden. En op andere plekken is hij nog meer oranje geworden dan dat hij al was. Ik heb ook serieus aan mijn moeder gevraagd: mama, hoe kan het dat ik gewoon boven donkerblond ben? Gewoon van mijn haarkleur. Ja, het is nu wel heel donker trouwens. En hoe kan het dan dat in mijn gezicht, mijn baard groeien en mijn snor, dat gewoon oranje is? Hoe kan ik een ginger zijn hier? En niet dat ik het erg vind. En toen stuurde mijn moeder dit berichtje. En daar moest ik wel heel erg hard om lachen, omdat ze zei van: oeps, ik heb toch iets gedaan met de melkboer die ginger was. Maar nee, het komt dus blijkbaar vaker voor volgens mijn moeder. Maar ik werd dus vanochtend wakker en toen keek ik in de spiegel en toen had ik zoiets van: nou, het is toch wel redelijk een ander kleurtje geworden. Maar ik denk dat het maar tijd wordt om hem toch eraf te gaan halen. Het begint ook overal een beetje te kriebelen. Maar hey, eventjes wat volgende. Het kan zijn dat ik af en toe even mijn andere camera erbij pak, omdat deze camera wat kuren begint te krijgen. Moet je opletten, dit is echt heel erg vaag. 1, 2, woep! Hoe kan dit nou? Echt heel erg vaag. Ik heb geen flauw idee. Er is iets met mijn camera aan de hand, maar ik weet niet wat. Misschien zijn er experts die weten wat er aan de hand is. Ik weet ook niet of het aan mijn body ligt van de camera of dat het echt aan de lens ligt die erop zit. Maar in ieder geval, als ik inzoom, dan is alles gewoon prima. Maar zodra ik ga uitzoomen, dan krijg ik een soort van fisheye lens. Het geeft aan de ene kant wel echt een heel erg cool effect. Zoals dit. Het is echt gewoon een rondje van mijn stuur. Gewoon de lens. Alleen ja, in de hoeken, zoals je kan zien, ja, is er geen beeld. En het hoort natuurlijk niet zo. Het hoort natuurlijk gewoon helemaal zo mooi opgevuld te zijn. Ik moet nog steeds heel erg wennen aan dit beeld. En ik denk dat jullie ook echt moeten wennen aan deze lens op deze manier zo. Maar ik kan er helaas niks aan doen, zoals ik al zei. Maar laten we even naar de winkel gaan, want ik heb een ideetje voor mijn baard. Ja, ik wil, nu ik nog een baard heb, wil ik er toch even gebruik van maken. Er zijn trouwens veel reacties gekomen op toen ik mijn haar helemaal eraf ging halen. Maar hey, ik zie nu dat kort haar heel erg verleidelijk is. Verleidelijk kort haar. Dus ik weet niet wat jullie zeggen over kort haar bij jou is echt lelijk en zo. Maar het is gewoon heel verleidelijk, ja? Ik ga deze gewoon meenemen. Even trouwens voor de duidelijkheid. Normaal gesproken haal ik nooit shampoo omdat er staat voor kort haar of voor lang haar of voor donker haar of blond haar. Dat boeit me helemaal niks. Ik pak een fles, ik doe hem open, ik ga ruiken. Oh, dit is lekker. Nou, dan neem ik het mee. Of het nou voor kroeshaar is of krulhaar. Als ik het lekker vind ruiken, dan was ik mezelf er gewoon mee. Geen idee of jullie per se, voor als jullie krulhaar hebben, krullen shampoo halen, maar er staat hier ook op perfecte krul, maar hij ruikt lekker, dus ik heb hem gewoon meegenomen. Ik sta hier op de afdeling mooi kleurrijk haar. En nu zien jullie allemaal van die perfecte foto's met haarkleuren en blond en grijs en noem alles maar op. Nou, ik heb dus gisteren mijn baard geprobeerd blond te maken. Is niet helemaal gelukt en nu zie ik hier in de actie dat je een potje kan kopen met haarkleur en dat dat in 3 tot 10 haarwassingen eruit is. Dus laten we deze meenemen. Dit is wel echt goed blauw en laten we deze proberen in mijn baard te smeren en hopen dat dat vast blijft zitten. Dus ja, misschien heb ik straks wel een smurfenbaard. We gaan het zien. Ik heb trouwens ook zo net iets meegemaakt, echt super ongemakkelijk. Het zag er denk ik wel echt hilarisch uit. Het was zo dat ik mijn auto zette ik neer op de parkeerplaats. En dat was precies op een parkeerplaats waar je ook allemaal eettentjes had, zeg maar, waar je kan lunchen. En dat zat helemaal vol. En wat deed ik? Ik deed de kofferbak open en dit is letterlijk wat er gebeurde. Let op. Ik deed de kofferbak open en ik dacht: oh, oh nee, oh, 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 balletjes, 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 allemaal verzamelen, alle balletjes pakken, oh, oh. Zag je me achter al die balletjes aanrennen om ze te verzamelen? Want ik heb dus van de golfvereniging, de Drentse Golfclub in Assen,
heb ik al deze balletjes gekregen. Echt super tof. Daar ben ik echt ontzettend blij mee. Want dan kan ik, dan kan ik een keer allemaal balletjes gaan slaan als ik wil oefenen. Dus ja, dat was echt super komisch, denk ik. Helaas stond het niet op film. Ik krijg echt heel veel mooie, grappige, gekke momenten op film. Maar nou, dit stond er helaas niet op. Dus heb ik het nou even op deze manier laten zien. En kunnen jullie zelf een beetje inbeelden hoe het er echt uitzag. Sokje, ik ben weer thuis. Ik denk dat we even op zoek moeten gaan naar Sok. Ligt ze hier? Ja. Hey. Oh, heb je me gemist? Hey, zullen we even knuffelen? Sokje. Zullen we even knuffelen? Oh, kijk eens even. Lekker knuffelen. Hey. Heb je me gemist? Zo'n mooie poes ben jij. Ja. Sok is de laatste tijd trouwens echt heel erg actief op haar Instagram. Dus als jullie meer van Sok willen zien, want ik doe heel veel knuffelen met Sok. Want zoals nu dat ik even lekker met haar aan het knuffelen ben of dat ik een paar mooie foto's maak van Sok. Dat kan je allemaal zien op haar Instagram. Dus mochten jullie dat willen volgen, volg Sok de Poes dan eventjes op @sokdepoes. Gewoon op Instagram, heel simpel. Hè, Sok de Poes. En dan kan je wat meer dingetjes van Sok zien, als jullie het leuk vinden. Hè? Sok heeft van die schattige pootjes. Echt van die perfecte poezenpoten. Zo doet je je hart uit, Sok. Wow. Helemaal onder de haren. Daarom gaan we eventjes naar de la van Sok. Als het goed is, is het deze. Kijk. De handschoen. Dit gaat wel helpen, denk ik. Kijk. Lekker, hè, Sok? Ja. Lekker, hè? Ja, dit is wel echt een win-win situatie. Want zoals jullie zien, vindt Sok dit echt super lekker. En het scheelt mij heel veel haren. Dit is echt een van mijn beste aankopen die ik ooit heb gedaan. Hé, Sok? Lekker, hè? Kijk dan, ze is echt zwaar aan het genieten. Oh, lekker, lekker. Oh, kijk nou. Oh, ze geeft zich helemaal over. Oh, wat lekker. Ja. Kijk. Ja, dat zijn allemaal jouw haren, Sok. Anders ligt dat door heel het huis heen. Wat ik ook helemaal niet erg vind trouwens. Je moet niet een kat of een poes nemen en dan alleen maar zeuren over die haren. Want ja, dat kan je toch niet helemaal tegengaan. Dat blijf je houden. Hè? Lekker uitharen jij. Ja. A few moments later. Moet je nou eens kijken, Sok. Dit komt serieus allemaal van jou af. Dit allemaal. Niet te geloven toch, Sok? Kijk hoeveel. Maakt jou niks uit, hè? Het boeit je helemaal niks. Zo, al dat haar van Sok. Serieus, dat moment wanneer je thuis komt en je vergeten bent een nieuwe vuilniszak erin te doen. Mwah! Dit is eigenlijk een beetje hetzelfde, dat als je naar de toilet gaat en je bent een grote boodschap aan het doen en je wil een stukje wc-papier pakken en iemand heeft niet een nieuwe wc-rol erop gedaan. Dit is een beetje hetzelfde verhaal. Alleen met deze prullenbak is er maar één iemand die je de schuld kan geven. En dat ben ik zelf. Nou, daar gaan we. Ik heb er super veel zin in. Omdat ik er echt van overtuigd ben dat het nu gaat lukken. Dit is dus verf die er pas na 3 tot 10 wasbeurten uitgaat. Maar ja, nu heb ik natuurlijk het voordeel, het is mijn baard. Dus als ik het niet mooi vind, het is echt verschrikkelijk. Het heeft niet volledig gewerkt. Kan ik het er gewoon vanaf scheren. Ik ben nu thuis, dus ik heb mijn scheerapparaat weer. Er staat verder niet op hoe het moet. Dat is even het enige nadeel. Maar wat ik heb gedaan, ik ben zo slim geweest om... Zo, ruikt lekker! Oh, dat is wel echt een voordeel. Dat het lekker ruikt. Want die ik gisteren heb gebruikt, die stonk echt verschrikkelijk. Maar ik heb hier een bakje. Zo slim ben ik geweest. Dus ik ga het allemaal in het bakje spuiten. Zo! Dit is wel heel erg blauw hoor. Wow, moet je kijken. Dit is echt heel erg. Oh my god. Maar wat ik wilde zeggen is, ik ben zo slim geweest om een invetter te pakken. Dit gebruik je eigenlijk meestal alleen in de keuken. En dan om zeg maar een bak in te vetten met boter. Maar ik dacht, nu kan ik het natuurlijk zo mooi doen voor mijn baard. Gooi ik hem daarna denk ik wel weg. Nou, het is wel redelijk ook het kleurtje. Wie weet komt hij er nog goed uit. Nou, ik denk geen eens dat we zoveel nodig zijn. Dus ik heb er nu al aardig wat in gedaan. Dit kan ik misschien ooit nog
voor iets anders proberen. Misschien wel een van mijn vrienden ooit blauw haar. En dan kan ik zeggen, ik heb nog haarverf. En het is sowieso wel leuk, vind ik, om te experimenteren met dit soort dingetjes. Omdat het uitwasbaar is. Tenminste, dat zeggen ze. Ga ik verstandig zijn en hier een handdoek doen? Nee, laat ik maar gewoon beginnen met dippen. En dan daar gaan we. Wow! Zo blauw gaat het dus worden, mensen. Kunnen jullie het goed zien? Nou, tijd om mijn hele gezicht te doen. Oh, nee. Als dit goed werkt, hè, dan lach ik me helemaal dood. En dan ga ik echt stuk. Dan ga ik vrienden van mij facetimen. En dan ga ik dat opnemen. En dan ga ik aan jullie laten zien hoe hun reageren. Als het lukt. Ja, anders dan is er natuurlijk niks aan. Maar dat is even een ideetje wat ik nu zo heb. Kijk. Dit gaat goed, joh, met dit ding. Wat een slim idee. Soms dan voel ik me echt even heel slim. Ik voel me nog niet altijd even verstandig. Dit is waarschijnlijk ook weer een heel dom idee. Maar hey. Het is wel leuk. Ik denk dat ik helemaal klaar ben, mensen. Wat denken jullie? Ik heb een beetje met links moeten kwasten ook. Dat is niet echt mijn goede hand. Dat zien jullie ook wel. Ik ben een beetje uitgeschoten hier. Oh, maar voor de rest... Ik vind dat het heel erg goed gelukt is. Ja, tenminste, het is nog niet af. Ik moet het nu in laten trekken. Hoe lang eigenlijk? Dat staat er ook niet op, geloof ik. Levendig en helder kleureffect. Met een natuurlijke glans. Oelala. Beste kleurresultaat. Oeh, dit is spannend. Beste kleurresultaat krijg je op een gebleekt of natuurlijk zeer lichtblond haar. Hey, had ik niet even mooi lichtblond baard haar? Oh, oh, oh. Maar er staat verder niks op. Hoe kan dit nou? Ik moet gewoon even gaan googlen. Hoe lang moet ik dit erin houden? Oh, er staat een hele slechte review op internet. Er staat 2 keer bij mijn dochters blonde haren geprobeerd. Precies volgens de omschrijving. 30 minuten laten intrekken. Na het uitspoelen was helemaal niets te zien. Oh, wacht. Ik zie hier nu een lijntje of een pijltje. En als ik dat pijltje trek, dan zie je de hele... Oh mijn god. Hier staat dus wat je moet doen. 10 tot 30 minuten laten inwerken, afhankelijk van het gewenste kleurresultaat. Weet je, wij gaan gewoon voor de volle 30 minuten. A few moments later. Voor de zekerheid heb ik 45 minuten lang het verf in mijn baard gehouden. Nou, daar komt ie. Ja, dit wordt wat hoor, mensen. Ik vind wel dat ik het goed heb gesmeerd, zo in mijn eentje. Ik ga de camera neerzetten en dan ga ik dit even uitspoelen. En dan gaan we zien of het uiteindelijk ook heeft gewerkt. Jongen, jongen, jongen. Het begint ook aardig te trekken. Maar goed, laten we het even uitspoelen. Oké, daar gaan we. Ik heb mijn ogen dicht. Ik heb nog helemaal niks gezien. Ik ga nu in de spiegel kijken. En dan tegelijk met jullie ga ik kijken of het gelukt is. Daar gaan we in 3, 2, 1. Wow! Oh, oh, oh mijn god! Wow! Zo, het heeft goed gewerkt! Oei, oei, oei! Zo! Ja, deze pakt wel hoor. Dit ziet er toch niet uit. Wow. Zo. Oh, wow. Ja, dit is gek. Dit is echt heel gek. Hadden jullie verwacht dat het zo goed zou lukken? Kijk, die snor, joh. Die snor is echt heel goed gelukt. Ik had echt niet verwacht dat het zo goed zou lukken. Serieus niet. Wow. Je ziet hier nog wel een beetje donker. Het zit ook een beetje op mijn huid, op mijn gezicht. Zien jullie dat? Dus het blijft ook een beetje zitten op mijn gezicht. Of ik moet gewoon beter wassen, ik heb geen idee. Maar het is gelukt. Ik heb een blauwe baard. Ja, en nu, ik heb ook geen idee. Maar ik wilde gewoon weten of het werkte. En het heeft gewerkt. A few moments later. Oh mijn god. Er komt opeens iets geniaals in mijn hoofd. Let op. Ik ben zo terug, oké? Blijf hier.
Niet dat jullie echt weg kunnen. Ja, tenzij je de video wegklikt, maar niet doen. Wacht even, ben zo terug. Als het uitwasbaar is, weet je, dan ga ik gewoon mijn haar ook doen. Ik ga gewoon, ik pak het potje, komt ie, ja? Komt ie. Oh yeah, en ze wordt blauw. Helemaal blauw. Oh, lekker smeren, smeren, smeren. Oh. Oké, jullie krijgen straks het eindresultaat te zien. Het wordt echt nog heel erg leuk. Ik heb een leuk idee. Ik ben zo bij jullie terug, ja? Oké, ik sta in de lift en ik ga eventjes mijn baard en mijn haren laten zien bij mijn broer. En ik ben heel erg benieuwd hoe mijn broer gaat reageren. Misschien is zijn vriendin er ook, dus die gaat dan ook even kijken. Ik ben echt benieuwd naar zijn reactie. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in the blue world. Komt ie mensen! Zet je uitlaat even open. Ja, die is open. Oh, what the hell? Hij is nu, hè? Hey, fijne avond. Hey, dankjewel, hè. Rustig aan, jongens. Love you, hè. Hey, love you too, hè. Ik volg je stiekem, ouwe. Hey, thanks, man. Rustig aan, hè. Ja, yo. Ik dacht, ik haal nog even een koffie hier zo. En ik was niet de enige die nog even wat wilde halen. Want er waren een paar gasten. Die volgens mij wel een biertje of twee, drie, misschien meer op hadden. Ik volg je stiekem. Oké. Okay. Mag je moeder het niet weten dat je me volgt? Of ik weet niet wat hij daaronder verstaat, want ik volg je stiekem. Maar altijd leuk als ik mensen op deze manier even blij kan maken. Ook al is dat heel even dat gaspedaal indrukken. Ik snap dat mensen dat geluid van de auto heel erg leuk vinden. Dus mocht je dat leuk vinden, dan laat het maar gewoon weten. Dan wil ik dat wel voor jullie doen. Yo! Yo! Wat zo? Kom je goed? Binnen? Ja? Doe jij de deur dicht? Je zit helemaal zo. De kijkers zien het niet, maar waarom zit je helemaal zo? Ik ga niks doen. Nee, nee. Ik ga niks doen. Wat is zij? Wat is zij? Tada! Ah. Yo, Eminem! Yo! Eminem, what's up? Cool? Nee. What the fuck is dit, man? Yeah. Yeah, man. Ik had zojuist echt het meest toepasselijke nummer ever gedraaid. Welk nummer denk je dat ik in de auto heb gedraaid onderweg hier naartoe? Welk nummer? Ja, denk aan blauw. I'm blue, da ba da ba da ba da. Ja, tuurlijk. Ja, 65. Ja. Ja, man. Die heb ik net gedraaid. Vet. Cool, hè? Het past er wel bij, ja. Wat heb je met een spuit gedaan? Ja, het is een tijdelijke haarspoeling. Dus gaat met 3-10 wasbeurten gaat het eruit. Het past helemaal niet bij je outfit. Nee, hè? Nee. Alles rood en dan een blauw. Maar hey, ik wil je nog wat laten zien. Nou. Jij bent er klaar voor? Nee, je hebt je haar ook gedaan. Ben je er klaar voor? Ja. Nee, mijn haar valt mee. Tadaa. Ah ja, dat valt mee. Valt mee, hè? Ja, dat kan wel. Het lijkt gewoon alsof je een beetje door de... Een beetje door de mos heen gerold. Ja, het is wel donkerder geworden, want ik had ietsjes blonder haar. Maar dat is nu gewoon een beetje... Ik weet niet of je het op camera ook goed kan zien. Jawel. Maar het is een beetje... Kijk, je ziet het wel op mijn hoofdhuid, zeg maar. Zo zie je het dat? Beter. Op mijn hoofdhuid. Ja, maar wat is dat dan? Wat dat is helemaal blauw. Ja, ik heb het echt ziek erg ingesmeerd. Why? Ja, omdat ik dacht dat hoe langer ik het insmeer, hoe blauwer het wordt. Maar dat was niet het geval. Wat wordt je titel? Ik heb een smurf gezoend. Nou, op zich is dat best wel een goede titel, ja. Ja, op zich. Nee, dat is leuk, man. Ja. Ja. Dus, weet je wat leuk is? Ja. Dat ga je nooit geloven. Ik heb Sok ook geverfd. Kan dat? Zij is daar helemaal geen fan van. Nee, tuurlijk niet. Ik ga toch niet mijn kat verven? Oh, ja. Oh, gelukkig. Dat zou toch kunnen, jongen? Je hebt alles voor de clickbait. Nee, helemaal niet. Ik zal Sok nooit durven verven. Zeker weten niet. Nee, schat. Dus nee. Ik heb jullie deze foto nog helemaal niet laten zien, maar hier was het wel echt heel erg blauw, hoor. Als dit zo was gebleven, dan was het eigenlijk wel leuker geweest. Hé, hey, ik heb wat leuks. Eens kijken. Hey, wat heb jij een mooie knolpower trainingsbroek aan? Ja, toch? Hey, heb jij mijn nieuwe website al gezien? Ja, hebben we net helemaal bekeken.
Nee, even serieus. Oh. Neem een kijkje. Oh, ik heb het nog niet gezien. Denk echt dat je trots gaat zijn. Ja? De website is nog nooit zo mooi geweest. Nice. Ik ga kijken. Blijf leuk, hè, als ik die doe. Ik ben benieuwd. Ja, ik zou het echt doen. Wat is de website ook weer? Knobbo.nl. Oh, is dat met een C of met een K? Dat spel je met K-N-O... L... Power.nl. Ik moest zelf even nadenken. Ja, zeg het zo vaak, maar je weet het helemaal niet meer. Ze hebben wel eens van die grappen, weet je. Dat begint met de K, eindigt op 0 power. Knolpower? Ja. Oh, .nl. Nee, ik zie dat ik het gemist heb. Precies de 20.000 kilometer. Maar goed, ik ben weer thuis. Mijn jas die geeft echt weer een super cool effect hier van de lamp in de lift. Ik ga lekker slapen. Ik vond de reactie van Milan en Brigitte echt geweldig op mijn baard. Ik ben benieuwd, zal ik het laten staan? In ieder geval heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie bazen morgen allemaal bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol Power.